Goedendag iedereen, hier in beeld de lijn 10 voor de retour Hulst busstation naar Terneuzen via de woonzones. Drie reizigers, ik er nog bij met vier. Maar nu wel belangrijk, ik heb ondertussen een bericht gekregen van de OV-concessie. Want ik had nog een mail gestuurd om toch even te zeggen van luistert, de tarieven zijn veel te hoog. 12 euro, heen en terug, vogelwaarde Hulst, dat geeft dan het resultaat dat de bus leeg is. Ik heb het ook terug kunnen tonen met een video. Dus het antwoord op mijn mail is: Connection is in onderhandeling met de gemeente Hulst om een minima product aan te bieden, zodat mensen met een beperkt budget het hele jaar goedkoper kunnen reizen met het openbaar vervoer. Dus het gaat de goede richting uit, beste mensen, hè. Hoe dat, dat in zijn werking zal gaan is nog niet duidelijk. Hé? Dat is nog in onderhandeling. Ik ga op een latere periode meer nieuws daarvan kunnen krijgen. Heel belangrijk. Ik zeg het nog een keer: op maandag en donderdag is er markt in Hulst. Als men moet 12 euro betalen om even naar de markt te gaan, om even zijn boodschappen te doen, dat is veel te zwaar op het budget. 12 euro per persoon. Ja, vogelwaardig, kloosterzand, de Hengstdeken, he, we hangen allemaal af van de gemeente Hulst, maar men wordt er altijd afgeremd om naar de stad te kunnen gaan, omwille van die hoge kosten. En op hetzelfde moment zie je ook wel de bus die leeg rijdt. He, dat is het ergste van al. Je ziet ergens de leegstand op de bus, hoge tarieven, mensen moeten thuis blijven, kunnen niet hun boodschappen doen. Dus het gaat de goede richting uit. Met dit bericht hier vind ik het wel positief dat er toch ergens naar de toekomst toe, hopelijk binnenkort, een goede regeling komt. Want opnieuw, een bus die leeg rijdt kan mensen vervoeren. Dat is toch maar de logica.